Ik zou zo graag met u bij deze dodenherdenking willen dat zoiets nooit meer zou gebeuren als in die oorlog. Hoe is het toch mogelijk dat beschaving zo dun en broos is en iedere keer opnieuw zo snel kan breken? Leert de geschiedenis ons dan niets? Blijft dat geweld dan elke keer weer de kop opsteken? Om dat te voorkomen moeten we blijven herdenken en de verhalen van toen blijven doorvertellen. Die verhalen helpen om te voorkomen dat duistere krachten weer de kop opsteken en luider kunnen worden. Laten die verhalen ons dan in beweging zetten. Om vol overtuiging uit te roepen: nee, zoiets nooit weer. Om ondanks alle angst de moed te vatten en onze stem te verheffen en in verzet te komen. Laat die verzetsverhalen dus maar klinken. Over toen. Om nu wakker te blijven. Om de vrijheid en de vrede te verdedigen. Lieve vragen naar de langste weg. Dan een antwoord dat je stil doet staan. Liever zeggen wat ik zelden zeg. Dan verzwijgen dat je door moet gaan. Je hoeft mij niet te vertellen. Dat je niet al hebt gezegd. Met je mond en met je ogen. In de Tweede Wereldoorlog, dames en heren, heeft 1 op de 7 Joodse inwoners in ons land ondergedoken gezeten. Dat is weinig. Het verzet kwam pas in 1943 echt van de grond. Meer dan 105.000 van de 140.000, dat is 75%, werden weggevoerd en kwamen in een vernietigingskamp om het leven. Dat is veel. Hoe kon het zo ver komen? Een van de vele oorzaken is dat men in het begin van de oorlog dacht: het zal wel loslopen. En men keek weg. In heel veel plaatsen werkte het ambtelijk apparaat en de politie actief mee met het oppakken van de Joden. Ik citeer enkele recente krantenkoppen. Joden lopen 25 keer meer kans slachtoffer te worden van het Franse geweld van moslims. Moslim-extremisten zuiveren Frankrijk van Joden. Ruiten van een kosher restaurant in Amsterdam ingeslagen. Joodse crèches, scholen en synagogen kunnen niet zonder politiebewaking. En van eergisteren? Joden veroorzaken zelf hun gedrag voor de Holocaust. Zal het zo'n vaart niet lopen? Kijken we weg? Toen op 4 mei 1940 ons land door de Duitsers bezet werd, keken Frans Tromp en zijn zoon Joop, zeger van Roemburg, allen plaatsgenoten, en als buren Klaas van der Bor en Gerrit van der Born uit Terschuur niet weg. Ik draag voor uit het dagboek van Anne Frank. 3 mei 1944. Waarom worden er elke dag miljoenen voor de oorlog? En is er geen cent beschikbaar voor de geneeskunde, voor kunstenaars, voor arme mensen? Waarom moeten de mensen honger lijden als in andere delen van de wereld het overvloedige voedsel wegrot? Ik geloof nooit dat de oorlog de schuld is van alleen de grote mannen, van de regeerders en kapitalisten. De kleine man doet het toch net zo graag? Anders zouden de volkeren er toch al lang tegen in opstand zijn gekomen. Er is nu eenmaal in de mensen een drang tot vernieling, een drang tot doodslaan, tot vermoorden en razen. En zolang de gehele mensheid, zonder uitzondering, geen grote metamorfose heeft ondergaan,
zal de oorlog woeden. Staat.